Baliman. Bij ouderen zal er waarschijnlijk geen belletje gaan rinkelen bij het horen van die naam. Maar de Eindhovense straatvoetballer, in het dagelijks leven beter bekend als Ahmed Özer, is uitgegroeid tot een fenomeen op TikTok en Instagram. Ik had gewoon eerste keer een video opgenomen en ik keek dat gewoon terug op mijn telefoon en ik dacht, ja, dit is ook wel leuk. En zo ben ik gewoon meer video's gaan uploaden op Instagram. En nu heb ik een bereik van 60.000 volgers bijna. En op TikTok gaat het ook super lekker, bijna 10.000. Ik kan er gewoon niet zonder. Ik slaap ermee en ik word ermee wakker. Waar sommige influencers vooral bezig zijn met dure horloges, auto's en huizen, probeert Baliman iets terug te doen voor de maatschappij. Hij runt een voetbalschool voor kinderen in Tongeren. Dus gaan we starten, kom maar. Hup. Je leert allemaal leuke dingen en je wordt steeds beter. Ik wil voetballen met hem en leren wat van tricks wat hij doet. Hij leert mij veel nieuwe dingen. Hij is ook heel goed. Ahmed wil de jongeren graag helpen, want zelf had hij het vroeger ook niet breed. Ik wil gewoon echt de jongeren helpen. Ik wil echt dat de jongeren gewoon echt doelen in hun leven hebben. Ik wil gewoon dat hun echt dingen bereiken. Ahmed droomde van een bestaan als profvoetballer, maar het liep dus anders. Dat betekent echter niet dat de influencer onherkenbaar over straat kan. Vooral in mijn eigen buurt komen ze wel zelfs aan mijn deur. Maar dan ben ik meestal ook niet thuis. En als ik dan thuis ben, dan doe ik wel even de deur open. Maar privacy is toch wel privacy, vind ik. Lopen, kijken, 1, 2. Ah, dat...